BNP Paribas Fortis stelt voor. Een tonnoscoop is een film in een cirkel. Dus alle beelden in een cirkel zijn tonnoscoop. De hele film is tonnoscoop. Dat is en dat ding waar je beeld een vervorming in krijgt. Maar ik heb een spiegel gemaakt die dat uitbuit. Die het ultieme is. Alsof dat je met een camera ook verschillende standpunten hebt. En je kan dicht gaan, je kan ver gaan. Je kunt zoals jou met jouw camera bewegen. Je kunt er alles mee doen. Wou ik met mijn tonnoscoop het maximum opzoeken. We waren in een vulkaan. Als je in die krater staat en je kijkt naar boven, heb je boven jou een zwarte rand. En dat is dan de horizon. En die is gesloten. En binnen in die horizon zit de lucht. En als je in die put zit, dan denk ik van, het is onmogelijk om dit gevoel in beeld over te brengen. Die ruimte, dat soort architecturale belevenis, kun je niet vertalen naar beeld zonder daar compleet alles in om te gooien. Dus hebben we een paar beelden proberen te vertalen alsof het vanuit dat standpunt verteld wordt. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.